In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we niet kijken naar één vers, maar naar een bundeltje versen. Het verhaal gaat namelijk over Elkana, Hanna en Penina. Elkana was een man en hij had een vrouw en zij heette Hanna. Hanna kon geen kinderen krijgen en omdat zij geen kinderen kon krijgen, was het in het Oude Testament gebruikelijk dat een man dan met een andere vrouw ging trouwen. Dus Elkana trouwde met Penina en zij kon wel kinderen krijgen. Omdat zij wel kinderen kon krijgen en Hanna niet, pestte Penina Hanna met het feit dat zij geen kinderen kon krijgen. Eigenlijk iedereen in het dorp waar zij woonde, pestte Hanna met dat zij geen kinderen kon krijgen. En dat vond Hanna echt helemaal niet leuk. Ze werd echt heel verdrietig daardoor. En op een dag, toen bad zij vurig naar God. En dat stukje ga ik nu voorlezen. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde heel erg. Zij legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en zal er geen scheermes op zijn hoofd komen. Staat geschreven in 1 Samuel, hoofdstuk 1, vers 10 en 11. Nou, wat doet Hanna hier? Hanna heeft een gelofte gedaan aan God. Zij heeft tegen hem gezegd, God, als u mij een mannelijke nakomeling geeft, dus als u mij een jongetje geeft, dan zal ik hem leren u te kennen. Dan zal ik hem leren zijn leven toe te wijden aan u. Daarnaast zegt ze ook, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. In het Oude Testament was dit een soort gezegde waarin ze eigenlijk bedoelen, niks zal ervoor zorgen dat de band tussen het kind, dus het kind van Hanna, en God verbreken zal worden. Hanna heeft haar kind ook Samuel genoemd en Samuel betekent gehoord door God. Heel mooi wat we kunnen zien in het verhaal van Hanna is dat zij een gelofte heeft gedaan aan God. In het Oude Testament waren er heidenen en was het volk van God. De heidenen die hadden heel veel afgoden en zij deden een gelofte aan God, maar zij hielden zich er niet aan. En onze God heeft hij aan het volk gezegd, nee, als jullie een gelofte doen, dan moeten we eraan houden. Moet je eraan houden. Als je de gelofte niet kan nalopen, doe dan niet de gelofte. En dit staat ook geschreven in Numeri. Wanneer een man de Heer een gelofte doet of een eed zweert om verplichting op zich te nemen, dan mag hij het woord niet schenden. Overeenkomstig, alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen. Dus elk ding wat wij aan God beloven, moeten wij ook doen. We kunnen niet een belofte doen en ons er niet aan houden. Net als gewoon in het dagelijks leven. Als ik een belofte doe aan iemand en ik hou me er niet aan, dan kan dat best wel effect hebben op mijn band met diegene. Dus dat is iets waar we altijd goed op moeten letten wanneer we een gelofte doen aan God. Daarnaast, in het Nieuwe Testament doen wij nog steeds geloftes. Dus nu doen wij ook nog steeds geloftes. Alleen nu doen we het vanuit dankbaarheid. Dus als ik slaag God, dan zou ik dit doen, dan zeggen we dat vanuit dankbaarheid. Dus het is altijd goed om na te denken als wij een gelofte doen aan God. Kunnen wij dit aan of kunnen wij dit niet aan? Dus als je het niet aan kan, doe dan de gelofte niet, want het kan effect hebben op jouw band met God. Dus als we nog een keer kijken naar de vers. Hanna heeft een gelofte gedaan aan God. Zij wilde heel graag een mannelijke nakomeling. En zij heeft Samuel gekregen. En om haar dankbaarheid aan God te tonen, heeft zij daadwerkelijk gedaan wat zij heeft gezegd. En ze heeft Samuel geleerd zijn leven toe te wijden aan God. Hopelijk kunnen we hier allemaal iets uit leren wanneer wij gelofte doen aan God. Glorie zij God tot in eeuwigheid. Amen.